Momenteel wordt er in Hellevoetsluis op meerdere locaties flink gebouwd. We gaan eens even een rondje maken langs de verschillende bouwprojecten. Als eerste rijden we langs de Herman Heijermansstraat, de locatie waar eerst het oude postkantoor stond. Dit gebouw is inmiddels gesloopt en het terrein wordt bouwrijp gemaakt voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. De gronden zijn aangekocht door een besloten vennootschap dat bestaat uit twee huisartsenpraktijken, het Van Wil Bethesda ziekenhuis, een verloskundige praktijk en een apotheek. Even verderop, aan de Amnesty International Laan, verschijnt het nieuwe zwembad. Het nieuwe bad krijgt, net als het oude, de naam Eendracht. De bouw nadert haar voltooiing en het bad zal in september officieel worden geopend. Vlak voor het nieuwe zwembad wordt gebouwd aan het Integraal Kindcentrum. Dit centrum krijgt de naam Samenstroom. De bouw is nog maar net gestart. Maar als we naar de contouren van de verticale bouwelementen kijken, wordt het al een beetje duidelijk hoe het eruit gaat zien. Aan de Sportlaan in Hellevoetsluis ontstaat een bijzonder ruim opgezette woonwijk. De locatie naast de rubberfabriek wordt getransformeerd naar een nieuwe woonwijk. In deze wijk is veel aandacht voor ruimte, water en groen. Ook hier zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken nog maar net begonnen. Aan de Oostdijk zijn inmiddels 3 woontorens gebouwd van elk 27 woningen. De meest zuidwestelijk gelegen woontoren omvat koopappartementen. De overige 2 zijn huurwoningen. De meeste appartementen zijn inmiddels opgeleverd en ook al bewoond. De residentie Hoofdwacht, vlak achter de vuurtoren, is een gloednieuw wooncomplex. En het wordt royaal en ruimtelijk opgezet met 5 woonlagen van maximaal 7 woningen per verdieping. De bouw van deze unieke locatie wordt binnenkort afgerond. Er komen appartementen met 2 of 3 slaapkamers, met elk een ander uitzicht over het Haringvliet of de oude vesting van Hellevoetsluis. Aan de Dokweg verschijnen 11 ruime en lichte woningen met vrij uitzicht op de haven van Hellevoetsluis. Het veelvuldig gebruik van beton in de haven komt terug in de gevels van de woningen. De bouw is nog maar net begonnen, zodat de oplevering nog wel even gaat duren. Het politiebureau, gelegen naast het winkelcentrum Struitse Hoek, heeft ook een metamorfose ondergaan. Het oude bureau stamt uit de jaren 80 en er was dringend behoefte aan deze herinrichting. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing en de aanpassing van het trottoir. Hierdoor wordt het bureau beter toegankelijk. De contouren van het bureau aan de buitenkant zullen blijven bestaan, maar binnen is alles op de schop gegaan en opnieuw ingericht. En zo staan er nog meer bouwprojecten op het programma en deze zullen wij u binnenkort laten zien.